We staan ik wil graag bijleren, ja, we staan, je moet een noodoplossing hebben. Mm-hmm. Wat is een noodoplossing? Ik wou in het jaar 88 wou ik een bank overnemen in Zwitserland. Overvallen bedoel je? Ja. Overnemen. Uw CVP-humor staat mij niks aan. Ik wou een bank over, dus men maakte een audit. En ik kwam tot de constatatie dat er massa's rekeningen waren die al jaren niet meer bougeerden. En dat is bij ons ook spaargeld zo. Spaargeld van mensen. Spaargeld van mensen dat voor niks gebruikt wordt. Je moet dus, volgens mij, moet je durven, het zal pijn doen, maar je moet het durven. Je moet zeggen, kijk mensen, we hebben nu geld nodig. We hebben uw spaargeld nodig. We hebben nu uw spaargeld nodig. Gaan beslag opleggen? Nee, we nemen, we maken... Akelis, we maken. Het mag akelig zijn, maar je hebt geen andere oplossing. Als je de naam kent, moet je het mij komen vertellen. Hoe gaat het 90 miljard vinden? Als je maar 330 miljard BNP hebt. Ik weet wel dat er een waardevermindering van 90 miljard is door de bankencrisis. Maar wat we nu moeten doen is zorgen dat die banken opnieuw bankieren. En met het spaargeld van mensen die economie op gang trekken. Ja. Maar niet in de plaats van mensen een onzichtbare hand is, hun geld laten uitgeven. Dat is gewoon akelig. Het is nog straffer. De basis van de economie is toch vertrouwen. Het is echt discuteren met mensen die niet eens laten uitspreken. En ja, wel, het komt erop neer dat er moet kunnen zijn. Kijk mensen, we staan voor een situatie. Mensen moeten zich realiseren. Als we voortdoen, lijkt nu, en niks doen, dan zitten we in het jaar 2012 met 1,3 miljoen werklozen in dit land. Dat kun je toch, jij als socialist kan zoiets toch nooit tolereren. Nee, en als ik dan zeg, investeren in nieuwe economie. Het geld dat daar ligt en dat niet goed gebruikt wordt. Als wij zeggen, voilà, van alle mensen die spaargeld hebben, gedurende 5 jaar... nemen wij er een kwart van. Je maar krijgt het terug met uw interesse. Ja. En nee, zeg de vrije markteconomie marcheert. En dan zijn, daar gaan wij nu openbare werken mee doen. We gaan wegen verbeteren, we gaan fietspaden aanleggen, we gaan bruggen vernieuwen, op even wat. Maar in ieder geval, gedurende 5 jaar... komt er werkgelegenheid bij. En hoe kan de overheid over 5 jaar al dat geld terugbetalen? Juist, omdat er werkgelegenheid bij komt, hè, doordat er nu werkgelegenheid bij komt, vermindert de overproductie. Want het probleem is, er is overproductie omdat er zoveel koopkracht verloren gaat. En op die manier, dat is de enige uitweg. Maar zoiets of in die zin. Het is een soort van staatsbonds eigenlijk, wat u bedoelt. Ja. Je kunt aan de mensen zeggen, kijk, gedurende een periode van 5 jaar, de centen die toch niet gebruikt worden, hè, heeft die aan de overheid. Maar dan op Europees vlak, niet in dat. Nee, want als we beleggen in staatsbonds, dan gaat de interest weer stijgen. Ja, nee, dus geef gewoon, dus de interest geef die aan de stijgt overheid. Niet. We geven niet meer geld uit, hè. We gaan niet openbare werken. De geldhoeveelheid blijft dezelfde, de inflatoire effecten blijven hetzelfde, maar we vinden, en dat is denkbaar, er zijn systemen denkbaar die niet aan deficit spending doen. Ja. Waarmee dat meneer Boga, kunt u hier iets mee doen met die analyse en met dat voorstel? Tuurlijk kan u er iets mee doen als tegen uw hersenen. Ik vraag het hem. Of neemt u dit niet op? In elk geval, ik zal mijn geld niet bij Van Rossum brengen. Dat is toch nonsens wat hij nu zegt? Het gaat toch niet over geld bij Van Rossum? Het gaat over de Belgische economie. Het gaat over 1.300.000 werklozen die daar straks kreet staan. En jullie die niks doen. Die totaal niks doen. Want het is nu verkiezing, dus nu moeten we wachten. Nadien zijn de verkiezingen voorbij, dan moet je weer wachten tot hij regering gevormd. Van Rossum, maar mag ik dan nu vragen? Zou u een kwart van uw spaargeld aan de als u er had, zou u dat zien. Die horloge, die is wel in ieder geval, op die manier financier je iets. De mensen krijgen hun centen gegarandeerd terug door de staat binnen 5 jaar. Maar wij hebben dan nu geld die we kunnen investeren in de economie en dan maar over 5 jaar moeten terugbetalen. En ondertussen is er meer werkgelegenheid, stijgt ons nationaal product in plaats van te dalen, want normaal daalt dit jaar met 3%, daalt het in 2010 met 7%, daalt het in Japan met 13%. Dus je moet maken dat de werkgelegenheid, dat je die creëert, dat je die betaalt met centen die eigenlijk pas over 5 jaar moet terug. Ja, slaap. Ik ben aan de ene kant sprakeloos,
aan de andere kant... Bestudeer het me. Aan de andere kant, ik denk dat het zijn dat soort avontuurlijke ideeën die natuurlijk heel het financiële systeem hebben doen in elkaar. Maar dat is geen avontuurlijk idee. Je moet afstappen van je klassieke ideeën, van deficit spending. Dat is het enige dat je hebt. Wat er nu nodig is in zo'n crisis, dat zijn economen. Maar u wil 25% van het spaargeld nationaliseren. Maar ik nationaliseer niks. Ik zeg alleen... Ik zeg aan de mensen, we hebben dat geld nodig. Binnen 5 jaar heb je terug. Maar als het vrijwillig is, ga ik in de zaal rondtikken. Kijkt u dat er wel storten? Het is geen kwestie van vrijwillig. Het is een kwestie dat we bij wet Europees decreteren. Maar dus is het wel nationaliseren van spaargeld? Maar dat is niet nationaliseren. Dat is niet. Ofwel is het vrijwillig, meneer Van Rossem, ofwel is het niet ach, vrijwillig. Ach man, met zo iemand lijkt je discuteren. Als het niet vrijwillig is, dan is het nationaliseren. Okay. Het kan maar even van het meneer, meneer Van Rossem, u gaat terug in de politiek, hebben we gelezen in de krant. Ik zelf niet, hè. Omdat ik kan daar niks doen in de politiek. Nee, u heeft ons niet zo graag. Oh, ik zou in ieder geval liever hebben dat de socialisten, die ik vrees, maar 10% van de stemmen niet meer aan, dat ze er 20 aan en dat lijst Dekker geen één al. Terug maar, over u. Uw partij keert al terug. Samen, ik zou een aantal... Het eerste wat dat zou moeten gebeuren, voor alle plannen die men maakt... meneer Noels heeft ooit gezegd, we hebben een oorlogskabinet nodig. Mm-hmm. Dat was zeer slecht als titel. Maar men zou inderdaad een aantal bekwame macro-economen... En we hebben er hele goede, ons planbureau... is een van de beste planbureaus in de wereld. Ja. Men zou die macro-economen in het parlement moeten krijgen. Niet in het parlement, daar kunnen ze niks doen. Ja. Discuteren met zo'n gasten, dat is tijdverlies. Ja. In de regering. Nee. Niet in de regering. Er zou moeten dus een groep van 10, 12 economen. Maar die ideeën hebben, die durven niet lijken hem. Van dat is een nieuw idee, dat is niet goed. Ik wil gewoon weten. Zoals u. Die mensen, brengt een Paul de Grauwe, een Noels. Een Henri Boger, breng die samen. Zeg, kijk mensen, jullie hebben geen banden met politieke partijen. Jullie zeggen nu jullie werk op. Hè? Jullie zullen goed betaald worden, maar jullie gaan fulltime voor de regering niet werken. Discuteren met elkaar, maar zoeken wat is een oplossing. Mijn vraag was, staat in 2011 de partij Rossem weer op de lijsten? Ja, omdat het enige middel is... In 2011 is de crisis bijna op zijn hoogtepunt. 2012 is, wordt het nog. En dan komt Rossem weer op. En dan vind ik het nodig van een aantal jonge mensen, aan wie dat ik die ideeën kan duidelijk maken, die niet zo bekrompen zijn om te zeggen, dat is iets nieuws, dat is niet serieus. Nee, dan, zijn er al mensen? Ik ben met een aantal mensen bezig, ja. En u zelf? Ik zelf wil niet in het parlement zitten, omdat ik vind, ik kan in het parlement zelf relatief weinig doen. U wordt een maakt een lijst. Maar ik zou willen dat zij in het parlement die ideeën. En er zitten in het parlement gelukkig andere mensen dan Bogaert. Die mensen die wel horen zullen hebben. Nou, in 2011 Rossem opnieuw een lijst. Dat is geen parlement. Dat is wel een goede stap. Man, je bent een zeveraar eerste klas. Hier gaan we afronden. Jean-Pierre van Rossem, dank voor uw komst. En ook dank aan Caroline Genet, Sabine Oppelmans en Hendrik Bogaert. Dank jullie wel. Dat is bedankt om hier te zijn. Morgen zoeken de kijkers.